Hoi, ik ben Mingvan. Ik ga vandaag een garnalen met groene asperges maken. Garnalen, verse garnalen uit Urk, nog steeds. En groene asperges. Bosui. Gember. En winterpeen. Dat was het. Heel simpel vandaag. Deze gaan we ook nog eens pellen. Beginnen we met de garnalenpellen natuurlijk. Had je ook al door, denk ik. Zo, even... rug sneetje erop, zodat ik dadelijk de darm veel makkelijker uit kan krijgen. En dan lijkt de garnalen ook veel groter. Dat is ook niet onbelangrijk. Iets kleins wel groot laat lijken. Even ze goed drogen. Die garnalen gaan we nu even marineren met bosuitjes en gember. Ik ga ze fijn snijden. Als het fijn wordt, dan gaat hij helemaal aan de garnalen plakken. Dan neemt de garnalen veel sneller de smaak op. Heel klein beetje zout erbij, peper en rijstwijn. En nu gaan wij een beetje winterpeen erbij doen. Het is mooi voor de kleur. En met die groene asperges, de onderkant van de asperges gaan we even schillen, want die is best wel hard. Alleen onderkant, de bovenkant zijn de groene gedeelten ook al goed. Die is echt gewoon heel erg jong, dus kun je gewoon zo eten. Even zo dit gedeelte ook afsnijden. Nu gaan we snijden. In welke vorm je wil, mag je zelf weten. Oh, mooi stuk. Dat je vindbaar is in je op je bord. Maar ook niet te lang. Volgens mij mis ik een knoflook. Dus ik ga nu nog even knoflook pakken. In mijn keuken heb ik alles. Ik hoef niet hele knoflook te hebben, half. Ja, ik ben gewend eigenlijk om als ik een groente ga mokken, altijd knoflook erbij doen. Zo stom dat ik net in het begin niet heb aangedacht. Maar ja, is nooit te laat. Olie in de pan. Doen we gewoon de knoflook in. En dan doen we gewoon gelijk groene asperges in. Wat je dan gaat doen is een beetje water en deksel op. Zo laat koken. En hiernaast heb ik een andere pan. Dit is een koekenpan. En hier gaan wij de garnalen in laten bakken. Ik heb tijdens marineren geen olie in garnalen gedaan, dus je moet wel hier maar een beetje olie erbij doen. Garnalen is zo mooi. Grijs en dan wordt het opeens rood.
kanalen. Ik hoef die niet met de bakjes niet. Dan ga ik deze nog hoger hier doen. De groenten. Als je gewoon zo kookt, dan is eigenlijk hooguit de 2-3 minuten al meer dan genoeg. Dus, tijd die kookt. Benadruk erbij. Beetje zout. Een beetje vetting. Zartos. Een klein beetje oestersout. Peper. Sesamolie. Zo. Ziet er gezond uit of niet? Ik zeg van wel. Garnalen met de groene asperges. Eet smakelijk. Dag. Tot volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube-kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.